De teller van het aantal besmette COVID-19 patiënten staat op 10. Dit is gisteravond op de COVID-19 website bekendgemaakt. Op de dagelijkse persconferentie van de overheid gisteren maakte de directeur van het BOG, Minouche Bromet, melding van de 9e besmette COVID-19 patiënt. Deze patiënt is in contact geweest met een eerdere besmette persoon en was niet in thuisquarantaine. Op de vraag van een journalist gaf Bromet aan niet op de hoogte te zijn van een 10e positief geteste persoon. Verder gaf ze aan dat er tot gisteren geen sprake was van community spreading, maar dat alle positieve cases importcases zijn. Hierbij kan ik dus ontkrachten dat het op dit moment geen 10e geval is. Ten aanzien van de vragen, we praten nog steeds niet van community spread. Community spread is wanneer je dus de bron van infectie niet kan traceren. We hebben het nog steeds over een import en een import-related casus, omdat de 9e is nog steeds een gerelateerde casus aan een reeds eerdere positieve. Contact tracing, hoe doen we dat bij het BOG? Net zoals we dus recent het filmpje hebben gelaunched over onze 178-hulplijn, dat we dus het publiek een kijkje gunnen in onze keuken, hebben we vanmorgen nog besloten om ook daarover een film te maken, waardoor het publiek breder geïnformeerd en beter geïnformeerd kan worden over hoe wij doen aan contact tracing van de positieve casussen. Verder haalde Bromet aan dat personen die bellen naar 178 vanwege hun ziekteverschijnselen thuis moeten blijven. Het is wel eens voorgekomen dat bij aankomst van de ambulance de personen niet thuis waren. Patiënten die bellen naar 178 vanwege hun ziektebeeld of door de huisartsen van de patiënt worden aangemeld bij het BOG als een suspect case, worden aangezegd om thuis te blijven totdat de ambulance is gearriveerd om de test af te nemen. Toch blijkt bij aankomst van onze ambulance dat de patiënt niet ter plekke is. Dit is vaker gebeurd en dat is best wel een kwalijke zaak, omdat als u ziek bent, hebben we al een paar keer en vaker in de media aangegeven, blijf thuis. Directeur Minouche Bromet van het BOG. Zij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19 virus. De teller van het aantal besmette COVID-19 patiënten staat sinds gisteravond op 10.